connecten. Zagen ze mij zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ga dit hemd afdoen en ik lijk op een aap. Dames en heren, let's fucking go! Oké, dames en heren, we zijn live. Even lekker die kaaklijn opspannen. Oké, die is goed. Zonnebrilletje aan. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Maar zeker duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zou zeggen, we gaan er eens aan beginnen. Yo YouTube, Acid hier met vandaag. Oké, we skippen de intro. We spelen vandaag Black Ops 3. Weet je hoe beu ik mijn eigen intro aan het worden ben? Het is altijd dezelfde kutzooi. I hate it. Ik moet eens iets nieuws zoeken, maar ik weet nog niet zo goed why. I'm gonna think about it, guys. Maar voor nu ga ik dus toch gewoon mijn oude gebruiken. Oké. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag toon ik jullie mijn zwaard. Oh shit, we zijn met zwaard. Ik heb een zwaard op dit spel. Ik heb het uit een kistje. Helemaal mooi. Is dit nog Call of Duty? Helemaal niet. Dus vandaag ga ik spreken over het type mensen waar ik echt een scheidhekel van krijg. En eigenlijk gewoon het type mensen waardoor ik elke tropische ziekte ooit krijg. Inclusief AIDS. En dat zijn eigenlijk een beetje de nerds. En dan kunnen jullie natuurlijk zeggen. Hey Acid, je moet niet boos zijn op de mensen die wel goede punten hebben op school. Omdat jij zo slechte punten hebt. Ik heb geen slechte punten op school. Oké, toch wel. Let's fucking go! Nee, maar de reden waarom ik echt AIDS krijg van dat soort mensen is eigenlijk gewoon heel simpel te verklaren aan de hand van een simpele stelling. Meestal als ik een toets terugkrijg en ik heb slechte punten, dan lach ik daar eens mee. Dan kijk ik naar die toets en dan begin ik daarmee te lachen. Terwijl andere kinderen van mijn klas eigenlijk altijd naar de leerkracht zelf gaan om dan te discussiëren over die punten. En dan zeggen ze serieus dingen tegen die leerkracht. Hey, dat klopt niet, ik verdien meer punten. De antwoord is wel juist, bla bla bla. Ik deed dat ook. Toen ik 12 was of zo. Toen ik 12 was, begon ik te wenen als ik geen 8 op 10 had. Dat waren andere tijden. En het zijn dan ook altijd dat soort mensen die tegen mij zeggen dat ik nergens ga komen in mijn leven. En dat ik als ik school zo upfuck, dat ik later op de straat ga eindigen. Kijk! Shut the fuck up, ik weet niet eens wie je bent, ik weet je naam niet eens, je hebt nog niks bereikt in je leven, je hebt geen vrienden, je bent gewoon een stuk decoratie in de klas. Ik kom beter overeen met de bloempot die naast het raam staat dan met jou. Dus eigenlijk telt de mening echt niet, maar ik word echt kwaad van die mensen. Een diploma halen op school garandeert geen toekomst. Het is niet omdat je ze 8 op 10 hebt gehaald op een wiskundetoets dat je fucking veel geld gaat verdienen later. Ik vind dat als je een droom hebt dat je ervoor moet gaan. En dat je echt alles moet doen om die droom te kunnen. Kunnen vervullen, te bekomen, behalen. En die stomme bloempotjes die in de klas staan, die niks zeggen de hele les, en gewoon rechtdoor kijken zo van, hey, leraar, moet ik je misschien nog een beetje pijpen? Jullie zijn de mensen die heel jullie leven achter een bureautje gaan zitten en geen ene tyfus gaan doen. Ja, dat wou ik even zeggen. By the way, wat vinden jullie van mijn trui? Keihard of niet? En ik zeg niet dat ik iets heb tegen mensen die goede punten halen op school, hè. Ik haat het gewoon als mensen die goede punten halen op school commentaar gaan geven op de mensen die minder goede punten gaan halen op school. Dat is niet jullie probleem. Dat is mijn probleem. Ik vind het maar kut om steeds te horen dat ik nergens ga komen in mijn leven. Als ik blijf verder doen met YouTube. Want YouTube kan op elk moment gedaan zijn. Als je een job hebt, kan je ook op elk moment ontslaan worden. Dus AUB, shut the fuck up. En natuurlijk, zoals we allemaal wel weten, maak ik soms geregeld pittig veel. Wel eens een video over hoe kut ik het vind op school en welke ziektes ik daarvan krijg. En what the actual fuck, welke guns zijn dit? In welke Call of Duty is dit ooit legit geweest? Like, dit is een gun waarmee je kan knifen, pijlen mee schieten ofzo. Er is een of andere vage crossbow. Hè? What the fuck? Wow, oké. Onder mijn video's waar ik leerkrachten ga bekritiseren, krijg ik meestal ook wel eens wat comments van mensen die graag leerkrachten pijpen. Die comments zijn meestal wel pittig hard. We gaan er eens een paar voorlezen. Maar eerst ga ik hier nog een paar bitches killen op dit spel. Ha, get killed, bitches. Haba, wow, yo. Kijk. A few moments later. Deze guy gaat niks bereiken. Je snapt zelf ook wel dat leraren 10.000% meer moeten doen dan jij, dus dan komen ze soms te laat. Maar om jou straf te geven, is het punt eigenlijk dat de docenten je willen nabrengen dat je dat later niet kan doen. En een docent kan zeker wel wat krijgen
ontslagen worden als het vaak gebeurt. Je zou denken dat iemand die zoiets zat, slim is, goede punten haalt op school. Eerste zin, bereiken. Aan mijn ogen, yo. Ik heb net aids gekregen en 2 oogballen. Dan had ik oei gereageerd onder zijn ding. En dan heeft hij dit gezegd. Vriend, het enige wat jij kan is nutteloos je tienermatties vermaken. Stop maar met je ADHD gedrag en neem je pillen. Ha, die jongen is een typische macho man. Hey macho man, shut the fuck up. Jij gaat niks bereiken in je leven als je bereiken met een lange ei schrijft. Ik werk hard voor YouTube, ik hou van YouTube en ik hoop het diepste van mijn hart dat ik nog heel lang kan doen. En dan hadden we nog een comment omdat ik had gezegd dat ik betaald wil worden als leerling. Wij krijgen niet betaald. Ah, mijn ogen! Voor naar school te gaan, maar onze ouders wel. Dat noemt kindergeld. Dus eigenlijk klopt je filmpje echt voor de zak. Kindergeld en school zijn 2 volledig andere dingen. Kindergeld is voor de opvoeding. En als ik eens kijk naar wat jij hebt gezet, dan is dat geld ook al volledig verkeerd gebruikt, want de opvoeding is een beetje mislukt aan de manier van je spelling. Sorry man. En voor de rest zou ik gewoon ook willen zeggen tegen jullie, laat je motivatie niet naar beneden halen door stomme aarswormpjes die op school irritant doen. Het is niet omdat je slechte punten hebt op school dat je niks gaat bereiken in je leven. Er is niks mis met deze jaar opnieuw doen. Dus dames en heren, hier wil ik de video wel afsluiten. Vond jij nu een leuke video, smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, fuck bitches, MOB, fuck chimies. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ik ga nu niks doen voor school, maar ik ga even lekker een pizza eten. Haha, ja, joe. Zeg voor jullie dat ik in de laatste video's eigenlijk altijd nog terugkom na mijn outro. Dat is pittig. En ik ben hier nu om jullie een opmerking te geven over de samenleving en de paridabu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 b